Zo, ik heb net even pizza gedaan, maar echt. Super tof dat je kijkt naar Groen Heel Vlog. Mijn naam is Zonnepas, zoals iedereen weet. En ik ben net wakker. En het is nu bijna 10:30. Oh, laten we even maar eruit gaan uit mijn bed. Oh. Even kan je eten geven. Moet ook gebeuren. Want ik heb maar één. Ja, dat is een beetje. Al mijn sokken zijn op. Maar ik ga even lekker omkleden. Koffie zetten. En dan lekker editen. Zo, ik heb even lekker aangekleed. En ik ben een beetje wakker worden. En maar even lekker koffie zetten. Elke keer in de ochtend, hè. De routine gaat nog steeds door. Sowieso elke dag in de ochtend koffie. Het is nu ook al bijna 10:30. Dus even klaarmaken. Nieuwe koffiepuntje in. Doe maar hier in. Ja. Zo. Oké. En wat het vermogen door de steekje. Zo. Goedemorgen. Zo. Zo. Even een beetje wakker worden. En dan kun je nog een paar dingen staan, denk ik, van. En dan ga ik lekker editen hierna. Dus even alleen een beetje wakker worden. Zo. Maar daarna gaat koffie me wel mee helpen. Denk ik. Hoop ik. En dan zit ik nou vlogs even in de render te gooien. Leuk. Probeer te editen. Dus dat allemaal. En aanstaande zaterdag krijg ik bezoek. Gaat allemaal gebeuren. Zo, ik ben lekker klaar met editen. Wat doe jij nou? Ik kan jou nog ineens helemaal doen. En oh, wat is het prachtig weer. In ieder geval, daar schijnt de zon. Daar verderop, bij die boom. Heerlijk. En maar even het tweede bakje zetten. En de kerstboom, hij staat al aan. Deze kan uit. Of niet? Nee, dat is te donker. En lekker radio net aangezet. En ja, voor de rest. Beetje wakker worden. En lekker video's bekijken. En een beetje dingen opruimen. Maar dan ga ik vanmiddag uit mijn werk ga ik weer verder. En wat ik ook ga doen, want dat heb ik expres gedaan. Heb ik hier was met ondergoeden. Die ga ik even lekker laten draaien. Dus. Dat ga ik ook doen. Zo. En dan ga ik dat allemaal in de wasmachine gooien. Ja. Moet ook gebeuren natuurlijk. Want er moet wel gewassen worden. Hoppakee. En dan gaan we even spullen bijpakken. En dat zijn wasverzachter en wasmiddel. En wasverzachter moet ik even keer weer halen, want die is weer op. Ja, er gaat best wel veel in. Dus vandaar. Even kijken hoor. Deze moet ik hebben. En wat ik meestal doe, wat ik voor mij heb ik al vaak aangegeven, dat is wasgoed altijd met bedgoed altijd op
40 graden zetten, want dat is de reden is dat wasgoed en bedgoed, bedoel ondergoed en bedgoed heel veel bacteriën in zitten en hoe warmer je het draait, hoe meer de ik kan echt sommige dingen, momenten kom ik echt niet aan mijn woorden. Dat dan heel veel viezigheid eruit gaat, laten we zo zeggen. Dus vandaar dat ik 40 draai. En dan moet ik 43 minuten moet die erin. En dan ga ik verpangen. Laat even iets anders in reactie. Zal ik de tafel weer daar neerzetten? Daar zo weer. Of zal ik die recht laten zetten? Want tafel daar zo is ook wel oké. Eigenlijk, tegen hier. Ja, laat even weten in de reactie. Wat jullie het leukste vinden. Wat jullie zouden doen eigenlijk. Tafel midden of tafel tegen de muur aan. Maar ja, dan laat ik aan jullie keuze over. Lekker wasje nou gedraaid. En dan ga ik lekker muziek luisteren. En dan wachten tot de video klaar is. Hij moet een uur en 2 minuten. En dan is hij klaar. Zo, ik heb even lekker wasje gedraaid. En dan hangt hier nu allemaal. Bam. En dan lekker dadelijk werken. Ik heb nog een kwartiertje tijd en dan ga ik richting werk. Dus dan gaan we even lekker werken. En dan voor de rest zien we al wat er gaat over werken. Nog 5 minuten is mijn video ook klaar. Dus dat gaat ook wel lekker. En dan ga ik maar ook even klaarmaken om alles bij elkaar te verzamelen wat ik nodig heb. Bijvoorbeeld telefoon en sleutels. Oh, die liggen daar. Ik zat al te zoeken waar de sleutels waren, maar die heb ik wel gelijk gevonden. Dus, dat allemaal. En dan gaan we zien hoe voor de rest ga ik even lekker wachten op video en dan naar richting werk. Zo, ik ben net klaar met werken, maar ik had even een keer geprobeerd appje. Maar ja, ik ga nu richting huis lekker eten en ik ga denk gewoon lekker pizza eten. Mag ik ook een keertje. Maar gisteren heb ik ook al gezond gegeten, dus ja, ik weet niet wat ze met de groep eten, maar ik ga hem lekker gewoon thuis eten. Een lekker pizzaatje. Een beetje dingen opruimen thuis. Voor de herinneren zie ik het wel. Misschien een beetje boodschappen doen. Ik denk een beetje dingen nog opruimen. Van allemaal kerstgedoe, allemaal bedoel van oudjaarsdag. Dus vandaar. Heerlijk gewerkt. En lekker tijd klaar. Zo, ik heb net even pizza gedaan, maar echt. Dit is een beetje raar, doordat ik Ganja kattenbak eigenlijk schoon heb gemaakt, dat is heel dom van mij. Ging Ganja hier zo, op de vloer, ja, ze behoeftes doen, terwijl dat niet de bedoeling is. En ik ga maar even pizza in de oven gooien. Maar ik zie nu dat die schaal niet recht staat. En dat ga ik nu even doen. Zo, nu staat hij recht. En dan ga ik mijn pizza erin gooien. Ik weet hoe lang die moet. Dus. Maar ja, ik ga nou maar even lekker wachten op de pizza. Eerst even de oven aanzetten. Zo. Oh, kut. Druk op stopknopje. Dat moet niet. Zo, nu staat hij aan. En ik ga sowieso even wachten op de pizza en lekker eten en lekker relaxen verder en dan dadelijk eten. En ik heb er nog een knoflookbakje. Even kijken, en ik krijg 2 post binnen. Eentje weet ik geen flauw idee wat het is. Gouden stad. Oké. Ja, rekening of iets. Oké. Oké, niet iets boeiend. Maar wat zou hierin zitten? Loterij. Oh, krijgen we dat weer. Geur smokkel. Smokkel gaan ze hier zo in smokkel hoor.
postcode loterij. Ja hoor, het gaat weer beginnen. Tuurlijk. Wat gaat er allemaal in? Niet zo boeiend denk ik. Oh nee, het is maar één vel. Maar ja, ik ga even wachten bij eten en dan lekker eten. Zo, mijn pizza is klaar, maar ik heb een manier hoe ik ga doen. Kijk. Ik pak een plank. En zet ik even hier neer. Dat deze even weggaat. En deze gaat ook even weggaat. Zet ik deze hier neer. Doe ik het open. Pak mijn wanten. Zo. En zet ik deze bord hierop. En dan heb ik hem echt nog lekker warm. Dat is niet heet voor mij. En neem de plank mee. En ga ik een stukje snijden. Zo. Heel simpel. Zo, je bent zo klaar. En dan zo snijden. Zo. Oké. En dan zo. Dat is zo handig eigenlijk, pizza snijden. Ik weet niet, hebben jullie trouwens ook een pizza snijden of niet? Okay, iedereen heeft het niet en sommigen hebben wel. Maar ja, ik ga lekker ervan smullen. Ik ga die knoflookbakje pakken. En dan wat ik ook al een beetje doe, want ik weet hoe het gaat met Ganja. Hij is nu helemaal vies, maar kijk even dat hij warm is. Nee, hij is nog niet helemaal warm. Dus spoel ik hem even om. Zo, en die is hier goed nieuw. Maar ik ga natuurlijk voor zekerheid wel even afwassen. Dus. Even alle kranen even goed dicht. Dus. Meestal loopt nog een beetje water uit, maar dan ga ik hem echt helemaal dicht doen. En dan ga ik maar even lekker eten. Lekker smullen. Een beetje YouTube kijken. Even zien voor de rest wel wat ik ga doen. En een knoflookbakje pakken. Zo, de knijters. Ik heb de hele tijd video's zitten kijken, heel veel YouTubers. Maar op een moment ben ik zag te kijken en is het bijna al 1 uur, mensen. De tandjes, zo lang te kijken. Maar ja, ik ga daar klikken een beetje en eerst nog meer video's kijken. Maar ik had even niet op tijd gelet eigenlijk. Maar ja, het kan gebeuren, heb je ook wel eens. En ja, dat was super leuk. Lekker. En ik zie dat mijn telefoon nou leeg is. Opladen doen. Als hij het wil. Zo, wacht even. Even daar neerleggen. Want hij wil er niet in. Ja, nu al. Zo, deze leg ik daar neer. Voordat ik hem kwijt en dan raak. En dan ga ik weer verder kijken. Ah ja, ik dacht even dat het niet zoveel laden, maar het laat wel op. Dus. Ja. En dan lig ik dan. Minstens zit ik dan nog. En ik wil eigenlijk hier wel graag maar vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie allemaal deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie in ieder geval deze vlog leuk? Doe sowieso even een blauw duimpje omhoog. Ben jij trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zal het tof zijn als je je beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkplezier. Goed nieuwe vlog om 6 uur. En dan zeg ik hierbij ja. Dus. Zo, ik heb even vergeten bij de groep. Maar ik zit denken om de kerstman nu al weg te halen of niet. Maar ja, wat ik wel kan doen is deze op de terug op plek zetten. Want die zet ik even daar neer. Maar ja, ik heb echt alles, letterlijk alles, heb ik even op een plekje gegeven.